Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag heb ik weer een super speciale presentatie voor je samengesteld. Word een pro, upgrade je leven. Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe kan jij pro worden als mens? Hoe kan jij het meest uit jezelf halen? Hoe kan jij je droomleven gaan leven? Dat is wat ik je vandaag ga vertellen, dus blijf vooral luisteren. Oké, nou wat is nou het leven voordat je pro bent en voordat je pro wordt? In welke fase zit je? Je zit in een 9 tot 5 baan, je gaat misschien naar een universiteit of doet nog een studie. Je woont in Nederland, je zit in een matrix lifestyle, dus je wordt eigenlijk geleefd door de rat race of door de universiteit en dan in het weekend zuipen, etc. Je hebt geen toegang tot hoge kwaliteit vrouwen, je hebt geen toegang tot veel geld, je gaat elk weekend uit, je drinkt elk weekend alcohol. Of regelmatig, of je rookt regelmatig, of je gebruikt drugs regelmatig. Dat is het leven van de meeste mensen. En dat is het leven voordat je pro wordt. Oké? Dan gaan we door naar je persoonlijke bewustzijn plus situatiebewustzijn. En waarom dat belangrijk is als je een pro leven wil gaan leven. Ik liet mezelf altijd gaan wanneer ik met mensen aan het praten was. Ik wilde altijd heel veel vertellen en heel veel mijn eigen verhaal. En ik wilde heel erg laten zien aan een ander, ja, hoe goed ik ben en hoe grootse dingen ik doe in het leven. En ja, hoe iemand onder de indruk zou moeten zijn van mij en mijn prestaties. En achteraf had ik eigenlijk vaak spijt van wat ik had gezegd en hoe ik het had overdreven. Ik praatte veel en veel te veel en ik luisterde eigenlijk amper. En de pro is gedisciplineerd met wat hij zegt en tegen wie. Je geeft niet alles weg wat je weet en ook niet tegen iedereen. Je bent super bewust van jezelf en van andere mensen in iedere situatie. En de pro is er ook nooit uit. Hij is ook nooit uit die pro-stand. Oké? Nou, hoe kan jij dus dat gaan verbeteren en meer een pro-leven gaan leven? Begin met fitness. Begin met je fysiek. Dus begin als je nog niet naar de gym gaat. Ga een aantal keer naar de gym, al is het maar 3 keer per week. En bouw dat gewoon gemiddeld op. En doe het voor een langere periode. Maak het echt een lifestyle. Zorg ervoor dat je fatsoenlijk eet. Kleed jezelf goed. Zorg ervoor dat je de juiste kleding draagt. Skincare routine is iets wat ik nog zeker de laatste jaren op en af heb gedaan en niet echt een vaste habit van heb gemaakt. Nu wel weer aan het oppakken ben. Nu ik ook ja, wat jaartjes ouder word, om het zo maar te zeggen. Dit jaar word ik 24. Niet super oud, maar ik ben mezelf ervan bewust dat ik op een gegeven moment rimpels ga krijgen en mijn huid minder wordt. Dus ik begin dat ook meer in de gaten te houden. Het scheren van je gezicht, het trimmen van je neushaar. Het doen van je oorhaar weghalen. Je wenkbrauwhaar. Zorgen dat hier geen haar tussen zit. Een frisse koep nemen bij de kapper. Het flossen van je tanden. Iets wat ik ook zeker vaker moet gaan doen. En gewoon weer als dagelijkse habit. En ja, dat zijn eigenlijk habits die jou gewoon meer in die pro-kwaliteit. En investeer ook gewoon in kwaliteit kleding. Goede kwaliteit schoenen. Goede riem. Goede portemonnee. Goede tas. Goede shirts. Goede broeken en onderbroeken. Ik heb altijd het idee nu, dingen die ik elke dag van het jaar gebruik, daar mag je best wel wat geld aan uitgeven. Omdat je ze vaker gebruikt en dus ook geen onzin uitgaven zijn. Dus investeer in hoge kwaliteit kleding. En zorg voor je lijf. Oké? Nou, als je pro bent, moet je natuurlijk ook met andere pro's omgaan. En je eindigt net als de mensen met wie je hangt. Maar iedereen beoordeelt je uiteindelijk op basis van deze mensen. Dus als je mensen niet omhoog kan brengen, als je mensen niet fitter kan krijgen, rijker of kan groeien met andere mensen, ga dan uiteindelijk naar andere cirkels met wel gelijkgestemde mensen. Die wel dezelfde visie hebben die jij hebt. Anders kijk je deze video niet. De plekken waar je heen gaat en de activiteiten die je doet. Vaak eindig je in bepaalde habits door de plek waar je bent. Dus bijvoorbeeld als je uitgaat drink je alcohol. Of als je drinkt rook je ook. Of wat dan ook. En omdat je altijd naar dezelfde plek gaat. Wanneer je pro bent, word je geüpgraded. Je kiest plekken uit die je persoonlijkheid matchen. En je plaatst jezelf niet in situaties die niet bij je passen. Situaties zoals uitgaan passen momenteel niet in mijn lifestyle en die passen daar niet bij. Alcohol past daar niet bij. Sigaretten hebben daar nooit in mijn leven bij gepast. Dat zijn dingen waar ik nu bewust voor kies. En wat ik meer ga toepassen dit jaar ook, is om elke dag op een nieuwe plek te zijn. Het is heel belangrijk voor je mind ook om op andere plekken van de wereld te zijn en niet altijd op hetzelfde café te gaan. Hetzelfde sportschool, hetzelfde dit, hetzelfde dat. Door dat dus te veranderen, ga je dus in andere habits komen, ga je op een andere manier kijken naar het leven. Oké? Vooruitplannen, super cruciaal. Falen om te plannen is plannen om te falen. Wat ik gebruik is Google Agenda en die gebruik ik iedere dag. Stel je voor, je hebt al een team voor je online business
Die hebben ook toegang tot mijn agenda, dus die weten precies wanneer ze mij moeten storen en wanneer niet. En als je dit hebt, ben je 3 tot 4 stappen verder dan de rest. Nou, wat doe ik sowieso? Ik plan de hele week sowieso altijd vooruit. Dat doe ik meestal op zondag. Ik reflecteer ook op de afgelopen week. Maar wat ik ook doe, ik zet dagelijkse taken die ik elke dag van de maand moet doen. Dus ik zet bepaalde goals voor februari bijvoorbeeld. En dan zet ik daar bepaalde outputs bij die ik dagelijks moet doen. Dus plan die maandelijkse doelen output en input bij. En die plannen kunnen altijd richting een maand veranderen. Maar een maand zou ik elke maand doen in ieder geval. Oké, okay. Persoonlijke beveiliging plus paranoia zijn. De pro is altijd lichtelijk paranoia. Ik ben vaak op mijn hoede en aan het kijken van, hey, volgt iemand mij? Of een beetje gek misschien, maar ja, het ligt echt aan de omgeving. Je moet altijd op de hoede zijn van wat er kan gebeuren. En wanneer je op een hoog level presteert, wanneer je veel geld hebt of veel status of wat dan ook, heb je veel meer in het leven te verliezen dan wanneer je helemaal niks hebt. En de pro plaatst zich niet onnodig gevaar. Daarom doe ik niet bungee jumpen of uit auto's of met motor 120 plus rijden bijvoorbeeld. Ja, of dat soort dingen, of uit vliegtuigen springen. Niet omdat ik bang ben, maar omdat ik gewoon het risico niet wil nemen. Je neemt voorzorgsmaatregelen, je hebt altijd een plan. En een plan voor alles uiteindelijk. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze informatieve video. Like en abonneer voor meer. En ik zie je weer in de volgende. Ciao, ciao.